Welkom bij de mix van MTNL, het kleurrijkste magazine van de Randstad. Met vandaag alles over arbeid. Wie wil werken, moet netwerken. Een bijeenkomst in Utrecht. Diversiteit bij de Nederlandse spoorwegen. Generatie JEP in de Euromast. En we beginnen met de oplossing voor de werkloosheid in Rotterdam. Een uitkering of niet? In de Tarwewijk moet iedereen aan de slag. Om van de wijk een werkloosheidsvrije zone te maken, loopt sinds anderhalf jaar de pilot Werkplan. 100 werkloze generaal pardonners moesten verplicht een opleiding volgen, vrijwilligerswerk doen of gewoonweg werken. Met als doel iedereen binnen 2 jaar in een vast dienstverband te krijgen. De eerste bevindingen zijn nu binnen. Wat zijn de resultaten na anderhalf jaar proefdraaien? De resultaten zijn prima, ze zijn eigenlijk goed. Als ik kijk naar wat wij tot nu toe bereikt hebben. Om mensen, ja, in dit geval als eerste de Nederlandse taal, dat noodzakelijk is om verder te komen. Ik zie daar ontzettend veel vooruitgang, omdat de kandidaten die wij aan het begin ingetekend hebben, en als ik nu kijk hoe ze nu de Nederlandse taal machtig zijn, dan zeg ik van dat het in eerste instantie een goed project is. Een goedlopend project is. Aan de andere kant, als je kijkt naar de uitstroom van mensen, dat kan altijd beter natuurlijk, want je wil het maximale bereiken. Maar ik ben desondanks tevreden met de inzet, de motivatie van de kandidaten. Wat voor principe wij vasthouden is de ABC-principe. A job, dus werk. A better job, beter werk. En a career, dus een carrière. Ik heb bij Vastar gewerkt. In impact en we hebben ook een training bij Vosta gehad voor de arbeidsritme. En dan was bij Albertijn. Nu ik moet 2 dagen naar school en de rest met Werkland werken. Dus, ja. En wat voor werk doet u bij Werkland? Ik zit voor administratie om telefoon te nemen. En als iets is om in de computer te invoeren, dan dat doe ik. Ja, dus u heeft eerst bij de Albert Heijn tassen ingepakt. Ja. En nu mag u de telefoon opnemen. Ja. Als je in de markt banen creëert, en het moeten duurzame banen zijn, hè, banen die meer dan een subsidieperiode meegaan, dan moeten die voortkomen uit ons. Klanten uit ons, kopers, want wij moeten daar het nut en de noodzaak van zien. Dus de overheid zegt, het lijkt ons wel handig dat iemand mijn bromfiets elke keer wast. En daar betalen we subsidie voor en we sturen iemand die we toch anders, die we een uitkering geven. Want jij moet nu verplicht die bromfiets gaan wassen. Dan zeg ik, dat doe ik ook zelf nooit. Daar betaal ik niet voor. Het worden pas duurzame banen als werkgevers, als in dit geval het midden- en kleinbedrijf, denkt dat ze er beter van worden als bedrijf, als onderneming. Dan worden het duurzame banen. En op dat moment is het handig als je mensen klaar hebt staan die dat een leuke baan vinden. Mensen vinden het niet zo prettig om hetzelfde bedrag uitkering te. Maar bij mij, je moet iets doen. Ik kan niet zo thuis blijven en uitkering krijgen. Ik ben gezond, dus maakt niet uit hoeveel ik ga verdienen, maar ik wil meer. Als ik kan meer krijgen, dan is ook goed. Maar het gaat niet alleen door de salaris of wat, maar het gaat over hoe je voelt. Als je ervan uitgaat dat uitkering een recht is, waarom zou de een dan wel van het recht mogen genieten, gebruik maken en de ander niet? Wij zeggen niet voor niks, het is niet de uitkering waar je recht op hebt, het is de baan waar je recht op hebt. De pilot werkplan loopt over een half jaar af en wordt dan op iedere uitkeringsgerechtigde in de stad toegepast. Op deze manier moet Rotterdam over 4 jaar geheel werkloosheidsvrij zijn. Een ambitieus plan, maar hoe haalbaar is dit? Onzin. Hoezo? Dat redden we nooit. Er zijn te veel mensen in Rotterdam met een uitkering die je nooit meer aan het werk krijgt, om verschillende redenen. Mensen met een behoorlijk arbeidshandicap, die krijg je heel moeilijk aan het werk.
Mensen met een arbeidsongeschiktheid van 80% die hoeven niet meer aan het werk, hebben allemaal een uitkering. Dus dat is onzin. Uitkeringsvrije stap, dat zal nooit te bereiken zijn. Je kan het wel als streven neerzetten, maar dan kan je nooit bereiken. Je moet streven naar iets wat realistisch is. En dat is een uitkeringsluwe stap. Waarin die mensen die kunnen werken en anderszins voor een inkomen afhankelijk zijn van een uitkering, mensen die kunnen werken, die gaat zorgen dat die mensen aan het werk komen. En dat is eigenlijk omdat ieder mens heeft recht op arbeid. Ik denk dat het realiseerbaar is. Natuurlijk zullen er wat haakjes en oogjes zijn voor wat betreft iedereen actief te zien te krijgen. Natuurlijk zullen een paar mensen uitvallen. De focus op iedereen aan het werk helpen, dat het een hele goede focus is, dat het een hele goede bedoeling is. Heb je een baan? Een baan? Nee, heb ik niet. Op dit moment heb ik geen baan. Jazeker. Voorlopig niet, nee. En wat doe je? Ik ben onderwijsassistent. Ik heb een baan, ja, dat klopt. Ik ben controller bij haar. Maar dat mag dus niet gezegd. Hebt u een baan? Ik heb een baan, dat klopt. We staan voor de deur. Ik werk als courier. Ik ben e-coach. Wat houdt het in? E-coach houdt in dat ik mensen begeleid terug naar werk door gebruik te maken van sociale media. Ja hoor, ik werk als kok in een restaurant. Stel dat je nou een slager wordt, kom je denk je snel aan een baantje? Ja, ik denk wel dat ik makkelijk aan een baantje kan komen als ik dat wil. Hoe weet je dat zeker? Ja, omdat ik genoeg connecties heb overal. Dus, Op dit moment is het, heb ik de boel aangewakkerd, want ik heb meer dan een jaar loop ik al rond werkloos. En de CWI kan me niet ondersteunen bij integratie en dat soort dingen allemaal. Ze helpen me ook niet op zoek naar een andere baan. Bestaat er angst onder de werknemers dat ze elk moment ontslagen kunnen worden? Nee, eigenlijk niet. Nee, op het moment niet. Ik werk met heel veel plezier en ik heb niet het idee dat ik er zomaar uitgezet kan worden. In het onderwijs zijn er nog steeds veel mensen nodig, hè? Ik ben er toch wel mee bezig, ja. Ja, omdat je het inderdaad toch wel om je heen veel ziet gebeuren dat het fout gaat. En enerzijds voel ik me wel zeker door het aantal dienstjaren, maar anderzijds denk ik van ja, je weet het nooit. Voor de mensen die bang zijn voor hun baan, als je het onderwijs instapt, dan zit je gebakken. Hoogopgeleide allochtone professionals beschikken vaak niet over de juiste netwerken en lopen daardoor banen mis. Wat is netwerken? Daarom organiseert D66-Kamerlid Fatma Kozer-Kaya bijeenkomsten om daar verbetering in te brengen. Ik heb de afgelopen 3,5 jaar heel veel netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Omdat ik het belangrijk vind dat jongeren weten wat ze nodig hebben om op die arbeidsmarkt een plaats te kunnen verwerven. Uit onderzoek blijkt dat nog geen 10% van de mensen door het schrijven van een brief aan een baan komt. Dus dan weet je gewoon dat je moet netwerken. Dat je een netwerk om je heen moet bouwen om op die arbeidsmarkt een positie te kunnen verwerven. En heel veel jongeren van wie de ouders niet heeft gestudeerd, diens kinderen hebben geen natuurlijke netwerk om zich heen. Die moeten dat ook leren en die moeten ook een stap op die arbeidsmarkt kunnen zetten. Ja, en dat probeer ik ze te leren. Hallo, dank u voor de 60 punten. Hé, wat zegt hij? Sancho Pancho? Cecil Pancho. Dus als je een wat lastige naam hebt, en ik verdenk er een aantal van hier in de zaal die dat ook hebben, spreek dat rustig uit. De belangrijkste gouden tip is dat je dit moet durven doen. En dat betekent, als we het hebben over afgestudeerden, kijk welk bedrijf je, of bij welk bedrijf je zou willen werken. Ga dan vervolgens op zoek, wie ken ik binnen die bedrijven? Dat is te googlen. En als je namen hebt, kijk dan ook in je eigen omgeving. Wie zou ik kennen die wellicht iemand binnen zo'n organisatie kent? En dan is er maar één ding. Is deze avond ook een manier om zieltjes te winnen voor D66? Ik heb dit niet gedaan om stemmen te werven. Ik heb al 3,5 jaar lang deze bijeenkomsten georganiseerd. En natuurlijk is het zo dat we ook aangeven bij welke partij we horen. Mijn persoonlijke strategie. Ik kom binnen, vervolgens kijk ik de zaal rond. Ja, het hoort erbij dat je weet van tevoren wie je wil spreken. En dan kun je je huiswerk daar ook op afstemmen. Dan weet je ook welk onderwerp op dat moment door de betreffende persoon besproken gaat worden. En als jij bijvoorbeeld, stel nou ik wil in de journalistiek werken.
En jij zit in de panel. En ik weet dat je daar naartoe komt. Dan ga ik van tevoren eerst allerlei dingen opzoeken wat met jou te maken heeft. Wat met journalistiek te maken heeft. En vervolgens ga ik met jou een gesprek aan. En op het moment dat ik gerichtere vragen stel, dan denk jij waarschijnlijk ook van, god, die weet waar ze het over heeft. Die moet bij ons op gesprek. Ik kom echt overal in het land. En wat ik zie is dat die jongeren echt in hun eigen verenigingen blijven hangen. Als je iets wil in deze samenleving, dan zul je daar echt hard voor moeten lopen. Dan zul je ook net iets meer moeten doen misschien dan een ander. Maar het kan lukken, want dit land biedt ook al die allochtonen die zelfs tweede generatie, eerste generatie is, ik ben niet hier geboren, om zelfs parlementariër te worden, om burgemeester te worden, om minister te worden, om staatssecretaris te worden. Dus die kansen biedt dit land je wel. Maar dan moet je ze ook pakken, dan moet je ook zorgen dat je daar achteraan loopt. Dus dat voor de jongen. Het was heel erg leuk vanavond. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Het was heel erg leerzaam. Vooral over netwerken. We hebben ook over allochtone studenten gehad. Hoe zij eigenlijk verder kunnen gaan. Dus het was best leerzaam. Wat heb je vanavond gedaan? Ik heb eigenlijk net met iemand kennis gemaakt van het ministerie. En toevallig kende ik haar ook via mijn vriendin. Maar ik ken haar alleen maar van haar naam. Dat is toch wel leuk om zo'n avond kennis met haar te maken. En heb je ook tegen haar gezegd dat je de volgende week gaat bellen? Nou, we hebben elkaars visitekaartjes aan elkaar gegeven, dus dat komt goed. De tippen van vanavond voor mij zijn jezelf blijven en durven. Zijn er beroepen waarvan u denkt die over 20 jaar niet meer zullen bestaan? De oud-Hollandse beroepen zullen waarschijnlijk dan niet meer bestaan. Kunt u 3 beroepen noemen die over 20 jaar niet meer kunnen bestaan? Ambtenaar. ambtenaar. Een rietdekker, mensen die dak bekleden, een tegelzetter. Dat wordt steeds minder. Door de moderne wetenschap steeds andere beroepen bij, maar de oude beroepen zullen ook altijd blijven. Maar wordt jouw haar ook gedaan door een robot? Nee, ik denk niet dat een robot dat voorlopig nog gaat kunnen. Ik denk dat kapper en een muzikant hebben altijd werk. Maakt niet uit in welk land ze wonen. Welke beroepen zijn met uitsterven bedreigd? Geen één. Nee. Misschien advocaat of zo? Nee, kan niet. Dat blijft bestaan tot we doodgaan. Zullen er over 20 jaar nog begrafenisondernemers bestaan? Over 20 jaar? We worden allemaal begraven door robots. Nou ja, alles geautomatiseerd zou me niet verbazen. Handarbeiders, dingen maken met je hand. Dat gaat uitsterven? Ik denk het wel. Welke beroepen mogen van jou uitsterven? Parkeerwachters? Ja! Ja, de parkeerwachters, ja. Ik heb ooit een keer geroepen en gezegd van, toen de directeur zei, goh, wat is je ambitie? Toen heb ik gezegd, nou, om uiteindelijk op jouw stoel te gaan zitten. Ik kwam studeren in Rotterdam en werkte eigenlijk altijd bij in de horeca tijdens mijn studie. En ben na het nieuwe Luxor naar de Euromast gekomen, dus ben eigenlijk begonnen als part-time kelner. En uiteindelijk van het een kwam het ander. En 5 jaar later was ik de directeur, of ben ik de directeur. Je kunt het zeg maar naar functie. Dan kunnen we met de waterfiets van eiland naar eiland. Oh, je kunt hier ook lopen, zo de bruggetjes. Ja, ja. Ja. Nou, en ik begreep van Peter dat jullie een aantal vragen hebben. Vanuit de, in ieder geval de operationele tak. Op het moment dat het geëxporteerd zou moeten worden. Ja. Hoe jullie dat dan het beste kunnen aanpakken. Dat ook natuurlijk bekeken vanuit de achtergrond van mijn ouders. Mijn vader is als gastarbeider naar Nederland gekomen. En zij hebben niet die kansen gehad om te studeren en de taal vloeiend te spreken. En de dingen te doen in het leven die ze eigenlijk heel graag wilden doen.
Dus dat was voor hun eigenlijk wel de stimulans, dat op het moment dat zij kinderen op de wereld zouden zetten en als die kansen zich voordoen, dat je daar dan uiteindelijk ook wat mee doet. En dat betekent dat we gewoon altijd ons best moesten doen en dat als je een 7 haalde, dat het ook makkelijk een 8 kon zijn. En ziek zijn voor een repetitie was niet in vragen. Weet je wel, eerst naar school je repetitie maken en dan mocht je wel naar huis toe. Dus er was altijd wel, en ik heb het altijd gezien als een positieve stimulans, is dat we gewoon altijd ons best moesten doen op school. Perceptie die willen we bijstellen met dit boek, dat ja, tot de algemene Nederlander als allochtone denk ik toch vaak oversteld wordt met verhalen ja, die met negativiteit zijn omgeven. En dat was een reële burger van deze stad, maar ook van Nederland zien we dat er gewoon heel veel potentieel talent en echt talent al is. En daar willen we gewoon ook aandacht aan geven. Die verdienen gewoon een boek, die verdienen die ruimte en die wordt nu afgepakt eigenlijk door de groep die het niet zo goed mee draait. En tevens is het ook een groep die inspireert. Misschien juist wel voor die mensen die nu op de VMBO zitten, op de MBO zitten. Die maken ja, die ook kennis met de rolmodellen, dicht bij huis, broers, zussen, neven, nichten, buren. Die gewoon laten zien dat je door hard werken, nog niet te veel zeuren over vooroordelen. Natuurlijk, af en toe zal je gediscrimineerd worden, maar je moet gewoon zorgen dat je vakmanschap hebt. En dat je daarom je ook thuis kunt voelen in Nederland en thuis kan voelen in Nederland. En Jep staat voor Young Ethnic Professionals. Daar heeft hij een boek waar uiteindelijk 20 Jeppers op zijn genomen. Om in ieder geval de beeldvorming die we hebben in de media te doen kenteren. Hè? Omdat we, als we het nu hebben over de multiculturele samenleving en over allochtonen, dan lijkt het wel of er een smet op ligt. Nee, je kunt geen krant meer opentrekken. Of er staat wel iets met een krantenkop Marokkaan. Hè? Toen ik directeur van Euromast werd, stond er in de Volkskrant Marokkaanse directeur van Euromast. En past dat nog in deze tijd? Hè? Als je een geboren getogen Epenaar bent en een onderdeel van de samenleving en van de maatschappij bent. Dus uiteindelijk een heel goed initiatief. Er is een boek over geschreven. Jammer dat dat boek nodig is om dat te laten zien. Maar op het moment dat we nu met z'n allen een stapje harder zetten, is dat in ieder geval voor de toekomst misschien beter. Ik moest er in het begin heel eventjes een beetje aan wennen. En ik zeg, is dat dan weer een stempel wat je krijgt? Ben ik nou behalve allochtoon ook een Jep? Als je dan voor de rest verder gaat kijken en kijkt naar het initiatief wat Arjan Erkel en Setjekin hebben genomen, is het eigenlijk wel heel erg mooi, denk ik. En dan vind ik het een vervolg op de Juppen, vind ik dit wel een hele mooie beeldspraak. En blijkbaar ook nog nodig in de samenleving waarin we nu leven om uiteindelijk wel een bepaalde stempel te drukken. Eén verdieping hoger. Twee mooie hotelkamers. Suite Heaven en Suite Stars. Ja, dus we hebben het fax met koffie. Koffie. De prosecco is voor de andere. Top. Nou, oké, als dat het geval is. Nee, nee, niet. Dit, zeg maar, dit zijn de adviesprijzen van de chef, maar we hanteren natuurlijk gewoon... Ja, want hierin staat dat de rosbief 70 wordt in plaats van 86. Nee. Ja, dit zijn, zeg maar, adviesprijzen van hem, maar ik doe altijd aan de kaart mijn eigen beleid, zeg maar. Ik denk dat je absoluut geen afwachtende houding moet hebben. Maar ik denk dat je zelfs meer proactief moet zijn. Maar op het moment dat je echt iets heel graag wilt en een bepaalde passie hebt en gedreven bent, dan geloof ik erin dat je gewoon je doel kan bereiken. En dat betekent dat je soms best wel eens één stap achteruit moet doen of twee, om vervolgens weer 3 of 4 stappen vooruit te doen. En dat je ook best wel eens een keer kunt vallen, maar dat je dan gewoon gerust weer kan opstaan om vervolgens weer verder te gaan. Gaan mensen meer hun best doen om hun baan te houden? Oh, een lastige vraag. Ik doe gewoon eigenlijk normaal werk. Ik doe niks extra's. Dat gaat goed. Maar ik moet geen zorgen. Dus dat is geen extra motivatie om wat harder te werken? Nee, nee. Je doet altijd je best? Ik doe gewoon altijd mijn best. Nou, na 12,5 jaar niet meer. Dan ben ik wel zeker van mijn baan. Ik denk dat mensen die een baanzekerheid zoeken, altijd heel erg hun best doen om die baan te houden. Nou, ik ben denk ik wel sowieso een beetje een strever. Dus ik probeer altijd wel om eruit te halen wat erin zit. En ook uit mezelf.
Maar het verschil van voor en na de recessie, die voel ik persoonlijk niet. Zou je niet iets voor jezelf willen beginnen? Ja, als ik stel dat ik het onderwijs uit zou gaan door een of andere reden, dan zou ik iets voor mezelf willen gaan beginnen, ja. En dan een beetje in de ICT-sector. Ik ben altijd heel positief, sta ik altijd in het leven. Maar ik heb natuurlijk makkelijk praten, want ik heb een vriendin die heel goed verdient. Dus ik kan een beetje aanmodderen, zeg maar. Oké, wat je hier ziet zijn foto's van hoe de schermen eruit zien in de treinen die voorzien zijn van actuele reisinformatie en gratis internet in de trein. Utrecht, mijn stadje. Nou, het is het grootste station van Nederland. We hebben, dacht ik, 19 sporen uit mijn hoofd. Het is het kloppend hart van Utrecht en van Nederland overigens. Het is wel heel machtig om hier te staan en dan er zo naar te kijken. Ik ben Amal Talwi. Ik ben 29 jaar, geboren en getogen in de stad Utrecht. En ik ben projectmanager van ICT-projecten bij de Nederlandse Spoorwegen. ICT-projecten zijn eigenlijk projecten waarin sowieso een ICT-component zit. En daarbij kan je denken aan een programma, daarbij kan je denken aan een applicatie. Hier zitten onderdelen voor de simulatieomgeving. Ja, ik ben echt een computer nerd. Van Java tot C++ tot moduleren tot databases, je bedenkt het maar. En ik heb het op school gehad. Ik heb het wel eens moeilijk gehad. En misschien niet heel erg moeilijk, maar er zijn wel momenten geweest waarvan ik dacht van goh. Het zou eens fijn zijn om niet het enige meisje te zijn tussen allemaal mannen. Nee. Bij de informatica opleiding. Ja, ontzettend leuk. Ook die foto van een meisje met mijn hoofd op. Ja, en laten zien dat allerlei mensen in onze trein zitten. Ja. Bij NS ben ik verantwoordelijk voor diversiteit. En dat houdt in dat je eigenlijk een omgeving als organisatie probeert te creëren waarin allerlei verschillende mensen met plezier naar hun werk kunnen gaan, volledig tot ontwikkeling kunnen komen en zich ook veilig binnen een organisatie voelen. Hey Amal, hoe is het? Ja, het gaat heel erg goed. Als het goed is, ga ik na de zomer over naar een andere functie binnen NS. Nou, spannend. Ja, hè? Ja. Kijk er erg naar uit. Amal, ja. Wat vind je van de functie die een DOO heeft, diversiteitsmanager? Ik vind dat een hele goede functie, want als je kijkt naar bijvoorbeeld NS, dan missen we wel een beetje diversiteit. En het is goed dat dat wordt gezien, erkend en dat er ook daadwerkelijk iets mee wordt gedaan. We leven in een samenleving waar een soort verharding ontstaat tussen autochtoon en allochtoon. Die verharding zul je voor een deel als organisatie ook binnen je eigen club zien. En wat denk ik belangrijk is voor een organisatie, is wanneer het voorkomt dat je gewoon heel hard ingrijpt. Hier bij ons, bij NS, is een zero tolerance beleid uitgesproken ten opzichte van discriminatie. En trainen we leidinggevenden en ook medewerkers erin echt om meteen in te grijpen op het moment dat er sprake is van discriminatie of hinder in welke vorm dan ook. Maar je kan het denk ik niet voorkomen dat er incidenten zijn. Maar het belangrijkste, hoe ga je ermee om en hoe voorkom je het? Ieder wat ik niet mag noemen, dat bij hoogopgeleide veel minder discriminatie wordt ondervonden dan bij laagopgeleide. Ja. Maar heb jij het zelf ervaren? Discriminatie op de arbeidsmarkt. Ja. Om eerlijk te zijn, niet. Heb je het om je heen gezien? Ik heb het wel om me heen gezien bij een stageplaats. En dat was inderdaad een jongen die Mohammed heette. En die had geprobeerd om een stageplaats te vinden en het lukte maar niet. En toen hij precies dezelfde brief twee keer naar een bedrijf stuurde. En één keer met Mohammed en een andere keer met een Jan. Ja, met een Jan naam. Nou, werd Jan wel uitgenodigd en Mohammed niet. Geef eens een tip en een van de belangrijke dingen die je moet doen als het gaat om beoordelen van cv's van allochtone studenten. Nou, ik... Wat wij zelf dus nu doen, is dat we stapelaars, zo heten de mensen die van de ene opleiding naar de andere gaan, die leggen wij niet aan de kant in eerste instantie. Er zijn bedrijven die dat doen.
Want je hebt niet aangetoond dat je altijd tot de beste hebt gehoord, dus ga je op stapeltje nee. Terwijl bij ons stapelaar heeft evenveel kansen als iemand met een gymnasiumopleiding en daarna universitaire opleiding. Ik denk dat de allochtonen een streepje achter hebben, omdat ze eigenlijk geen netwerk hebben. Ja. Maar jij had dan ook geen netwerk, maar nee. Je hebt wel een goede baan gekregen. Ja, maar het is ook een beetje lef. Kijk buiten de bestaande contouren. Kijk, als je constant gaat wijzen naar anderen maken het me moeilijk, dan zullen anderen het ook moeilijk maken of zal je dat gevoel ook hebben. Maar je moet vanuit jezelf gaan denken. En stel, je hebt een brief gestuurd en je krijgt er geen reactie op, dan kan je wel wijzen naar het bedrijf, ze willen me niet aannemen. Maar je kan ook eens kijken van, goh, misschien ligt dat aan mijn brief. Misschien moet ik beter eens gaan kijken naar mijn brief. Of moet ik meer mensen erbij betrekken om mijn brief te gaan bekijken. Stel, mijn brief komt er wel doorheen, maar het eerste gesprek gaat nooit goed. En dan kan ik wel een andere wijzen, maar ik kan ook naar mezelf gaan kijken. Goh, wat doe ik? Wat voor effect heb ik nou op die ander dat ik niet door die eerste ronde heen kom? Ja. Dus bedoel, it takes two to tango. Wat voor werk deden uw opa's en oma's vroeger? Wat voor werk deden mijn opa's en oma's? Mijn opa van vaders kant die werkte in een gaarkeuken. En van moeders kant was het een boer. Goudzoekers. Ja. Hebben ze veel goud kunnen vinden? In Suriname, 9 kinderen. Wat heeft je opa vroeger gedaan? Bosbeheer. Was hij boswachter? Nee, hij was geen boswachter. Hij was een bosopzichter vanwege houtkapping dat daar gedaan werd. Waar werd dat gedaan? In Suriname. Mijn grootouders waren landbouwers. Uw opa en oma waren vroeger doktoren? Ja. Wat voor doktoren waren uw opa en oma? Psychische menselijke hulp. Mijn opa is vermoord in de decembermoorden van Boutersen. Dus hij was, hoe zeg je dat, beveiliging van een winkelcentrum in Suriname. Mijn opa was leraar en mijn oma rechter. Opa werkte voor de bank. Was hij wel een rijke man vroeger? Nee, hij was loopjongen, hij was heel eerlijk. Ze hadden een bakkerij en ze hadden ook nog eens een keer een... gewoon een winkeltje waar je van alles kon kopen. Hè? Dus uw opa die paste vroeger op het geld. Was hij dan ook heel sterk? Ja, ik worstelde veel met mijn opa, ja. Olie worstelen? Hm? Met olie? Niet olie worstelen, gewoon worstelen. Mijn oma die was boerin. Oh, ja. En wat voor boerin? Landbouw. Ja. Zijn ook koeien gemolken en dat soort dingen? Ja, en heiten. Tot zover deze aflevering van De Mix. Voor meer informatie kijkt u op www.mtnl.nl. Graag tot volgende week.